Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik de kledingkast in de slaapkamer vervangen met winter- en herfstkleding. Dus de zomerkleding eruit en de winter- en herfstkleding erin. Het is vandaag ook echt een herfstige dag en het wordt echt niet meer zomer dit jaar. Dus ik kan beter alle zomerkleding inpakken en alle herfst/winterkleding tevoorschijn halen, zodat ik die ook kan dragen. Ik heb vandaag ook echt een lekkere warme trui aan, want het is echt wel koud. Ik heb het gewoon snel koud, zeker als ik de hele dag thuis werk. Dus ik leef echt in dit soort truien. Mijn kast is niet super netjes, ook niet super rommelig. Maar ja, je hebt van die momenten, dat heb ik ook, dat ik gewoon geen zin heb om mijn kleding op te ruimen. Dus dan flikker ik het gewoon in de kast. Wel nog in de categorie waar het hoort overigens, maar het is niet super netjes. Dus dat kan ik nu gelijk even schoonmaken en ook opruimen. En voor de rest is ook dit het moment om zomerkleding uit te zoeken. Dat doe ik altijd aan het einde van het seizoen. Dan kijk ik gewoon wat ik wel en niet heb gedragen. En of ik het dus wel of niet nog wil houden. Dus dat ga ik ook gelijk even meenemen. Maar we hebben genoeg te doen, dus ik ga snel aan de slag. Dit is hoe de kast er nu uitziet. Er hangen dus ook al wat winterdingen in. Die heb ik al gedragen. Hier staat overigens mijn wekenpluit. Die moet ik ook weer neer gaan zetten, want dat gebruik ik alleen in de herfst en winter. En dit zijn de lades. Zoals ik zei, het is niet super rommelig, maar ja, het kan ook eigenlijk wel wat netter. Dit systeem met de dividers, het werkt ook super goed. Ik had nog steeds gehoopt op wat hogere. Dat zou eigenlijk nog beter zijn, maar ja, het kan op zich wel. Dit is een la met allemaal broeken en rokken. En dit is een beetje een random la, zoals jullie zien. Zoals jullie wellicht weten, werk ik met gedeeltes. Dus ik doe niet de hele kast in één keer leegmaken. Maar ik begin met het hanggedeelte, maak dat schoon en hang ik alvast terug wat niet weg hoeft, zeg maar, wat ik nog in de winter kan dragen. Je kunt ook je hele kledingkast in één keer uitruimen, maar ik vind dat echt onoverzichtelijk. Dus ja, ik doe het gewoon op deze manier. Dus ik begin met het hanggedeelte helemaal leeg te halen. Alles wat ik wel wil houden, vouw ik op en leg ik op een stapel. En dit is bijvoorbeeld gewoon iets wat ook in de herfst kan. Wat ik eigenlijk ook voornamelijk nu draag. Ja, die ga ik niet van de hanger afhalen. Ik leg die gewoon even op deze manier aan de kant. Hetzelfde geldt hiervoor. Blazer kan altijd. Dit is ook zo'n tussenjurkje. Dat kan in principe ook altijd. Dus die houd ik ook in mijn kast. Deze die draag ik dus niet. Ik vind mezelf echt een soort ziekenhuis operatiehemd, vind ik het uitzien. Dus ik heb die nu al één keer bewaard, maar ik heb hem de hele zomer niet gedragen. Dus die gaat weg. Ik heb dus ook echt maar één keer gedragen, dus ik ga die wel nog op Vinted of zo zetten. Maar daar heb ik nu even geen zin in, heel eerlijk gezegd. Dus die leg ik gewoon even op een stapel met kleding die ik graag wil verkopen. En ik maak de kast ook altijd nog even stofvrij met gewoon een allesreiniger van Method en een doekje. Ik hang dus de dingen die voor de herfst-winter zijn en die ik wil bewaren ook gelijk terug in de kast. Anders wordt het één zooi op mijn bed. Dus dat ga ik ook even doen. En dan kunnen we verder met de volgende lade. I never thought you would take over my mind. Cause I've been lost, but I'm giving you all of my time. Mocht je je afvragen hoe je dit soort bakken schoon kunt maken. Het onderste gedeelte, dat is ja, een soort van tentstof, noem ik het maar even. Daar kun je gewoon met een spray op. De zijkant is echt stof. Dus op zich ook kun je daar wel met een spray op. Maar ik doe daar gewoon met zo'n plakroller.
Gewoon op deze manier kun je dan rollen. En dan heb je al het stof eruit. Ik weet niet of we deze van de winter nog nodig gaan hebben, dus ik bewaar ze maar even. Je weet maar nooit, ik hoop het niet, maar... Dit is eigenlijk bijna allemaal zomer. Dus dat ga ik wel nog even goed uitzoeken wat ik wel en niet wil houden. Dit heb ik ook voor op een winterrokje. Dus dat is gewoon een t-shirt voor onder een blazer, zeg maar. Dus die bewaar ik wel. Dit jurkje heb ik echt al heel lang. En draag ik ook eigenlijk niet meer. Dus die kan ook weg. Hetzelfde geldt hiervoor. Die draag ik ook niet meer. Dus die kan weg. Deze draag ik wel. Zo'n jumpsuit met een t-shirt, zeg maar, kun je ook natuurlijk gewoon in herfst en winter dragen. Zeker naar feestjes staat het toch altijd warm. Dus die, ja, draag ik ook gewoon het hele jaar door. Ik haal deze er trouwens niet uit, omdat ik anders bang ben dat ze sneller kapot gaan. Ik heb nu alle zomerkleren uitgezocht. Nu ga ik de winterkleding erbij pakken, want ik gebruik die zakken namelijk om zomerkleding weer in te doen. Dan heb ik in ieder geval alles bij elkaar en dan kan ik de laders opnieuw gaan indelen. Doordat ik deze kleding met het uitzoeken of wisselen naar zomerkleding al heb uitgezocht, kan ik eigenlijk gewoon alles in de kast leggen. Dus ik hoef het alleen nog maar per categorie te sorteren. Toch kijk ik nog even of mijn smaak veranderd is, maar meestal is dat niet zo. Dus dat vind ik wel heel prettig op die manier. Deze trui is echt zo lekker. Oh. Oh ja, trouwens, een beetje onhandige hoek dit om dingen te vertellen, maar goed. Ik vind als je het in die vacuümzakken doet, dan ruikt echt alles nog heerlijk naar wasmiddel. Dus dat vind ik wel echt super handig. Dan hoef ik het niet nog eens te wassen omdat het muf ruikt, maar het blijft gewoon echt fris. Ik ga alles weer terug in de lade doen. Ik begin met de bovenste lade, want die verandert vaak niet zoveel. Daar liggen van die basics in, zeg maar. Bye.
Dit is overigens allemaal hangdingen, zeg maar. Het zijn allemaal hangdingen die je kunt ophangen. Alleen denk niet dat ik ze allemaal ga hangen, want het wordt erg druk. Dus ik denk dat ik ook wat jurkjes in de kast gewoon leg, dat het gewoon gevouwen is. Dus dat ga ik even uitsorteren. Ik heb trouwens nieuwe vacuumzakken van de Blokker. Die had ik nog liggen. Want die van Action zijn na 2 keer versleten. Dus 2 keer wisselen. Nu zijn ze echt kapot. Deze zijn volgens mij iets steviger. Dus ik ga de zomerkleding hierin opbergen. Zodat het ook mooi vacuum blijft. Dus dit ga ik opbergen voor volgend jaar, volgende zomer, zeg maar. En dit is het stapeltje dat weggaat. Een gedeelte verkoop ik en 2 items zijn niet meer draagbaar, dus die gaan nog weg. En dan is dit het eindresultaat. Hierboven heb ik dus van alles hangen. Jurkjes, blazertjes, blouses. Gewoon ook dingen die snel kreuken bijvoorbeeld en die ik gewoon wil hebben ophangen. Ik probeer het semi op kleur te hangen, dus niet op item. Omdat ik dat gewoon fijner vind werken. Ik heb nog heel veel hangers over, zoals je ziet. Er zit nog een klein beetje in de was. Maar ja, anders is het altijd nog mogelijkheid om uit te breiden. Ik heb namelijk sinds corona niet meer superveel items bijgekocht. Maar wel weggedaan. Ik weet niet of meer van jullie dat herkennen. Maar ik ga echt voor deze winter wel nog even naar de stad. Om wat kleine dingen bij te halen die ik merk dat ik niet heel veel heb. Dus dat ga ik wel nog even doen. Maar ik koop alleen iets als ik het echt leuk vind en van plan ben om het langere tijd te dragen. Dus ik ben daar best wel kritisch op. Dus vandaar dat dat hanggedeelte zo leeg is. Vind ik persoonlijk ook niet erg. Het hoeft niet per se helemaal vol te hangen. Als ik de items maar draag die daar hangen. Die laden daaronder heb ik deze bak gebruikt voor accessoires. Want die lagen nu altijd een beetje random. Ook zoals deze pluizen. Verwijderaar, die heb ik vooral in de winter bij truien vaker nodig. Dit is een basic tasje wat ik wel eens naar festivals gebruik. Mondkapjes, you never know. Dit zijn smalle riemen en dit zijn riemen voor broeken of jurkjes. Dan zijn hier alle zwarte panties en hier alle huidskleurige panties. Dit zijn topjes met spaghettibandjes, die draag ik niet super vaak. Dit zijn alle andere topjes, die draag ik wel vaker. Zeker in de winter, omdat ik dan extra laagje heb en het extra warm blijft. En dit zijn allemaal hele dunne truitjes.
t-shirtjes en blousjes of op onder blazers en zo. Gewoon echt de dunne materialen, zeg maar. De laden daaronder liggen hier de medium truien, noem ik het maar even. Dus wel warm, maar niet super warm. Dit zijn de dikkere truien, echt van die gebreide truien, zeg maar. En dit zijn van die bulky truien, die gewoon heel veel plek innemen. Daar heb ik nog een blauwe van, dus die past er dan nog mooi achter. En hier zitten er ook nog twee van in de was. Dus dat is deze lade. Zoals je ziet zitten mijn broeken ook allemaal in de was, want hier horen normaal gewoon zwarte broeken te liggen. Dit zijn broeken in een andere kleur. Deze draag ik niet super vaak in de winter, maar soms vind ik het wel eens mooi. Ik heb ook nog een groene broek en een beige broek. Die komen hier ook bij. Dit zijn allemaal jurkjes die ik niet per se hoef te hangen. Dat vond ik ook wel praktisch. En dit zijn dan mijn rokjes en mijn twee jumpsuits. De onderste lade is een beetje random. Dit zijn van zo'n vliestruien waarmee ik de paardenstal doe uitmesten. Vooral in de ochtend is dat heel fijn om te hebben. Dit is mijn kersttrui, die heb ik ook alvast uitgehaald. En hier ligt mijn rijbroek, want die gebruik ik eigenlijk nauwelijks in de winter. Dit zijn gewoon chillbroeken. Dit is een beetje een random tas, maar hier liggen echt spullen in als ik ga zwemmen of zo. En ik bewaar dat altijd hierin. Dit is een jumpsuit dat ook heel bulky is, wat ik niet super vaak draag. Maar ja, ik heb hem gewoon even daar neergelegd. En met dezelfde reden liggen ook deze nette blazers hier. Want ik draag die niet super vaak, zoveel momenten heb ik niet om die aan te doen, zeg maar. Het zijn echt super chique blazers van de Steps. Dus daarom dat ik die gewoon in de onderste lade bewaar. Ik ben super blij dat mijn kledingkast nu wel netjes is en geordend. En ik helemaal klaar ben voor de winter om van die lekkere truien aan te trekken. Ik hoop dat jullie met deze video motivatie hebben gekregen om je eigen kast aan te pakken, mocht je het nog niet hebben gedaan. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, maar wel mijn video's leuk vinden, abonneer je dan zeker met de rode abonneren knop hieronder aan de video. En verder wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei!